Nou, ik heb echt superveel honger, maar ja, ik heb geen ene rode cent bij. En dat moet toch gegeten worden. Ik ga kijken of ik met het zelfgemaakte programma de nationale keukentest binnen kan stormen. En zo mijn baantje lekker rond kan eten. Mijn vraag naar of we misschien een kijkje kunnen nemen in de keuken. Ga je gang? Ja? Ja. Oké. Okay. Ik sta hier in cafetaria Judith en we gaan even een kijkje nemen in de keuken. Hallo. Goedemorgen. Kijk, dit is natuurlijk ook heel goed, hè? De wekelijkse schoonmaaklijst. Ja. Heel netjes, zodat er een overzicht is dat iedereen weet wanneer hij wat moet schoonmaken. Even kijken, gaan we even hier. Het is natuurlijk ook belangrijk dat alle voedselbronnen netjes zijn afgedekt. Het is iets minder gedaan natuurlijk, maar het is niet zo erg, want dit wordt vanavond waarschijnlijk geserveerd. Zal ik even een stukje mogen proberen? Altijd. Ja? Ja hoor. Oké. Ik ga even de randjes checken van de koeling. Nou, er zit helemaal niks achter. In armere landen gebruiken ze, dat is heel apart, sparen ze dus het vuil op wat achter de rubbertjes zit en daarvan maken ze dan een gerecht. Lekker sausje hoor. Ik ga het eerst omhoog proberen. Prima. Vraag, ik ga nog even kijken even bij het vet. Bij de kroketjes, de frikandelletjes en bij de garnituurtjes. Hallo. Ik vind het wel een beetje vet. Niet al te veel vet. Oké, okay, als knappen op de vuurpijl, zouden we misschien een kroketje kunnen checken. Om een beetje een realistisch cijfer te geven, zeg ik bij deze dat Snackbar Judith een 7,5 krijgt. Nou, ik sta hier in Hoorn met meneer Manak. En we gaan even een kijkje in de keuken nemen. Ja, mag wel. Oké, we gaan 3 punten checken. De hygiëne, de ware en natuurlijk hoe het smaakt. En we beginnen altijd met hygiëne. Het zout hier aan de zijkant. Niet afgedekt. Zou ik ze even mogen proberen? Ja, natuurlijk. Verkoopt wel poffertjes. Nee, nou, verkoopt geen poffertjes, dus jammer. Ja. Maar welke kebab kunnen we misschien wel proberen? Voor dat we kunnen proeven. Ja, natuurlijk. Ja, lekker. Wat wilt u kunnen proeven? Frikandel, kipkool. Nou, dat ging veel handiger dan ik had verwacht. Mijn buikje is half rond, het voorgerecht zit erop. Tijd voor het grotere werk. Ja, niet nu, nou zijn we aan het werken. Ja, dat moet dan nog een keer terugkomen, denk ik. Ja, of niet. Wil je hiermee? Nee. Waarom wel? Doei. Nou, zoals je ziet, het was veel moeilijker dan we dachten. Ik heb alleen het voorgerecht kunnen nuttigen. En maar ik wil toch wel graag het hoofdgerecht nuttigen vanavond. Dus ik ga denken van een pol gras uit de grond trekken. Ook lekker. Hè? Koeien die worden er ook niet slechter van, toch?